Oké, als je dit ziet, weet je gewoon wie er daar zit. It is the Queen of McDonald's. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben weer thuis in Amsterdam. Het is dinsdagochtend en Olivia is net naar de crash gegaan. Voor het eerst in 2 weken, maar ze vond het heel leuk. Tenminste, ze vindt het daar super leuk. Ze vond het ook leuk om iedereen weer te zien. En ze gaat vast een hele leuke dag hebben. En ik ga zo naar de kapper. Ik ga naar Beauty by Rose. Om mijn extensions eruit te halen en nieuwe erin te laten zetten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Modi komt ook als het goed is. En what else? Ja, ik moet mijn spullen even uitpakken van Zwitserland. Het is vandaag dinsdag. En daarna heb ik een afspraak. Over iets wat ik ga doen. Wat heel leuk is. En ik denk dat ik dat vanmiddag kan gaan vertellen. So stay tuned. Ik ben aangekomen bij Beauty by Rose. Waar ik mijn extensions laat zetten. En we hebben de oude er al uitgehaald. En Elle is nu de nieuwe aan het zetten. Dus ik ben helemaal blij. Dat er zo meteen weer... Dit staat ook echt heel mooi. Kijk. Dat zo meteen mijn haar weer helemaal mooi is. En voor degenen die het vragen, ik laat de hairlock zetten. En het zijn dus deze individuele plukjes. En die zie je niet, moet ik zeggen. Dus ik laat jullie zo meteen ook het eindresultaat zien. De extensions zitten erin. Alleen we moeten ze nog bij gaan knippen. Ze zijn nu echt heel lang. En Mo is inmiddels ook gearriveerd. En die heeft haar extensions eruit gehaald. Dus die is nu weer back to her own hair. Ik ben even snel naar huis gegaan. En ik heb mijn haar zelf even ingevlochten. Gewoon heel snel. Dus het zit nu niet zoals het hoort te zitten. Maar ik ben in ieder geval super blij dat ik weer nieuwe extensions heb. En ik ga nu nog naar een afspraak waar ik jullie meer over zou vertellen. En ik ga bij mijn afspraak even toch voor de zekerheid vragen of ik het mag zeggen of niet. Ja. Dus dat ga ik doen. En dat is de laatste afspraak voor vandaag. En dan ga ik... Olly halen op de crash, want het is alweer laat. Boodschappen doen, koken, eten. En nog een uurtje werken. En Olivia wordt laatste tijd trouwens elke nacht wakker. Dat had ik helemaal niet verteld. Echt. Ik haat het echt. Daardoor ben ik zo moe. Want dan normaal slaapt ze tot 8 uur. En nu wordt ze dan dus wakker meestal rond 4 uur. Dus dan slaap ik zelf, nou ja, net 3 uur. En dan... ja, dan ben je dus 2 uur wakker en dan om 7 uur of zo wordt ze nu ineens wakker. Dus dan slaap je gewoon echt 3-4 uur per nacht. Dat je echt aan één stuk doorslaapt. Dus ik ben echt not amused. Dus daar word je wel moe van. Daar wordt ook echt mijn weerstand slechter van. Speaking of, ik ga Egina Force nemen. Werkt Egina Force eigenlijk? Weet iemand dat? Of is dat gewoon bullshit? Dus ja. En ik heb vandaag... Ik heb letterlijk elke nacht die broek van Naked aan. Ik zal hem hieronder linken. En een trui van Sarah. Let's go. En ik ben weer thuis. Sander en ik hebben gegeten. Hier is Sander. Daar hij is. Hij is niet geïnteresseerd. Sander Star Wars aan het kijken. Ja. Ik had niet gefilmd door mijn afspraak. En ik kan ook nog niet zeggen waar het over gaat. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik een mini collectie heb ontworpen met een bekend-ish schoenenmerk. En dat ga ik een aantal keer doen in 2018. En de eerste komt in mei uit. En ik zou de samples krijgen van mijn ontwerp vandaag. Maar dat ging even niet door. Dus dat wil ik zeggen, zodra ik het allemaal kan aankondigen, doe ik dat natuurlijk. En nu zitten we tv te kijken. Olivia die slaapt. Tenminste, Sander kijkt Star Wars. En ik wilde wat nieuwe boeken bestellen. Dus ik had op Instagram stories gevraagd of jullie nog leuke boekentips hadden. En ik krijg zoveel berichtjes. Maar ik vind het zo leuk dat iedereen de moeite neemt om een bericht te sturen. En ik beantwoord altijd mijn DM's. Ook al krijg ik er 500 per dag, wat best vaak gebeurt. Ik beantwoord ze echt allemaal. Dus nu ook. Dus ik ga er nu voor doen. Maar ik vind het altijd wel gezellig of zo om met mensen te praten op de DM. Ja, leuk om te lezen. Het is wel grappig, want ik had eigenlijk verwacht dat zeg maar best wel veel mensen dezelfde boek gingen sturen. Maar ik heb van mij nog geen één boek dubbel gekregen.
Nee, het zijn echt allemaal andere boeken die mensen sturen. Ja, dus dat ga ik doen. Wat hebben we verder nog voor nieuwtjes? Hebben we nog nieuwtjes? Vrijdag komt de hele toffe remix van mij uit. Vrijdag komt er, oh ja, een remix van Sanna die heeft zelf gezet, dat horen we denk ik niet. Maar die zetten we wel op de vlog. Ja, Sanna heeft nu geregeld dat ik sommige muziek van hem kan gebruiken onder de vlog. En dat het niet zeg maar mijn video van YouTube gehaald wordt. Ik heb een paar keer geprobeerd muziek van Sanna te gebruiken in mijn vlogs, omdat ik dat heel leuk vind om te doen. Als muziekje zeg maar, en dan werd mijn video meteen verwijderd van YouTube vanwege copyright. Maar goed, Sander heeft als het goed is nu geregeld dat dat niet meer gebeurt. Dus nou ja, als jullie dat horen, dan weten jullie dat. En voor de rest is Sanne van het kantoor, die was jarig, 31 december. Morgen gaan we als verrassing allemaal ontbijten op kantoor. Dus ja, een cadeautje geven. Dat cadeau is er trouwens voor Sanne. Cool. Die lag bij de buren. Oh, cool. Die heb ik gehaald. Ik zit even te denken of ik verder nog nieuwtjes en een update voor jullie heb. Wat betreft sommige dingen. Maar niet echt. Ik krijg op Instagram wel echt heel veel negatieve berichten ook. En ik vraag me wel altijd af waarom mensen mij dan volgen. Ook gewoon echt schelden en zo op Instagram. Dat had ik vroeger nooit echt. Hoogboven. Ja, het maakt niet uit, alleen ik denk af en toe wel van, het is nooit goed. Ook op YouTube zeggen heel veel mensen nu over die halve week vlogs van, dat ze te kort zijn. Ze zijn meestal rond 15 minuten. En dat mensen dat echt belachelijk vinden en te kort vinden. En het lijkt wel of mensen heel veel kritiek hebben op alles wat je doet. Maar, laat het positief houden. Want ik wilde eigenlijk zeggen dat ik zo leuk vond. Dat je op Instagram zo super veel leuke berichten krijgt als je dingen vraagt. En nu vind ik het dus heel erg leuk dat iedereen boeken deelt. Good morning! Ik ben helemaal buiten adem. Ik ben net op kantoor aangekomen. En we dachten dus een leuke surprise om bij te doen voor Sanne. Ze waren eerder naar kantoor gegaan, maar Sanne had hetzelfde idee. Dus die zit nu op de gang te wachten. Zo, so, goodbye surprise. We zijn even. Die moet even. Hebben we inpakpapier? Ik ben op kantoor en voor iedereen die het vraagt, we zijn even wat naar andere influencers op pyjama's aan het versturen. Zo zien de zakken eruit. Kijk. Oké, als je dit ziet, weet je gewoon wie er daar zit. Dit is de Queen of McDonald's. Mo ziet er echt super knap uit. Dank je. Omdat ze geen zware oogmake-up op heeft. Let me know if you agree. Dus we hebben Mackie op. En ik heb eindelijk het gebreide pak in het lichtroze binnen. Dus zo kunnen jullie de kleur zien. En hem dus nu zelf ook. Want ik had die nog niet. Want het duurde even wat langer voordat hij er was. En ik heb de grijze zoveel aangehad. Volgens mij echt elke dag sinds ik hem heb. Dus nu ben ik heel blij dat ik deze kan gaan dragen. Ik moet wel zeggen dat deze bijna op is. En we hebben heel veel pre-order gedaan van andere dingen die heel snel zijn gegaan. Maar hier is geen pre-order meer van of... iets dat hij opnieuw komt. Dus degene die we nog hebben, die is er nog. Maar ik denk wel dat het niet meer heel lang gaat duren. Dus mocht je deze willen bestellen. Helemaal de lichte roze, die gaat super snel. Zal ik het linkje hieronder zetten. Ja, nu ga ik even verder werken. Oké, ik heb de hele dag gewerkt. En ik ben nog lang niet klaar. Dat gevoel haat ik echt. Oh, wat is hier gebeurd? Olivia heeft net een kerstbal laten vallen. Dus ik ga stofzuigen. En Mo en Sander hebben getennist en die zijn nu terug. En Sander is salm aan het kopen. Dat recept heeft hij volgens mij al een keer in de vlog laten zien. Dus daar heb ik heel veel zin in. En voor het huis gaan we lekker chillen vanavond. Ja, dat is toch kik? Kik. Is dit jouw nieuwe lievelingswoord? Je hebt het vandaag echt al 3 keer gebruikt. Dat je dingen kik... Oh ja, Planet of the Apes. Dat vond je ook kik. Ja. Harry Potter vind ik kik. Volgens mij is Olly nog niet in deze vloed geweest. Nee. Nee. Nee, dat is er niet. Olly! Het is afgelopen. Good morning. Ik bedenk me dat ik weer vergeet om mijn sieraden in te doen. Ik voel me echt naakt. Ik en mijn batterij is leeg. Deze dag is het weer slecht. Ik ga lunch met Kay. Wij zitten gezellig bij het Amstel te lunchen. Want ik heb een broodje met zalm.
En we hebben friet om te delen. Kay had gisteren al zin in een broodje kroket. Ik ga lekker eten. Hey guys, good morning. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, want mijn batterij was dus op. En het is nu vrijdagochtend. Mama, ik heb deken. Echt? Hier is Olivia. Hier is Sander. En ik ga naar de kapper. Ik heb natuurlijk deze week nieuwe extensions laten zetten. En ik ga nu mijn haar verven, want dat doen ze niet bij Beauty by Roos. En zoals jullie zien, heb ik echt zo erg uitgedrukt. Dus ik ga jullie meenemen naar de kapper. En dan vanmiddag heb ik een shoot voor Talkies. En Olivia gaat naar de crèche. En wat gaan we verder doen vandaag? Ik ga Diepe's mixtape afmaken. Sander gaat zijn mixtape afmaken. Is die af zondag? Ja, nee, is vanmiddag af. Ja, oké. Okay. Zondag is ja, dan link ik die hieronder. Ja. Echt waar? Wat heb jij allemaal te vertellen, mama? Dat is een handje. Dat is een handje? Kusje op het handje? Hm? Papa Goos? Zonne? Wat zeg je? Goos. Oh, ze wil schommelen. Wil je schommelen? Ja. Nou, kom dan. Gaan we dat doen. En dit is wat ik aandoe nu naar de kapper. Deze jas is van Storette. Echt super zacht is dit. Dit shirt is van See by Chloe. Die heb ik bij de Bijenkorf toegekocht. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. En deze broek is van ASOS. Die is ook hieronder link. Ik koop altijd dit model in alle kleuren. Die heb heel veel kleuren. Hij heet Ridley volgens mij. Deze schoenen heb ik ook nieuw trouwens. Die zijn van CD Montreal. Zo zien die eruit. En deze tas is van Chanel. Maar zit alle kanten op. Want ik dacht, ja, ik hoef maar toch die te doen voor de kapper. Want dat gaan we zo daar doen. Dus ik krijg ontbijten met San en Olly. En dan Olly brengen in de kapper. Ik ben aangekomen bij de kanner. Ik zal zo even filmen hoe het hier uitziet. En we hebben net een plan voor 2018 voor mijn haar gemaakt. Mijn haar is nu overigens echt super vet. En ik heb heel erg uitgroei. En ik hou zelf echt heel erg van dat hele lichte. Ik weet dat de meningen erover verdeeld zijn. Maar dat gaan we toch weer doen. Alleen wel, mijn haar is best wel gaan afbreken. Wat heel veel van jullie ook gezegd hebben. Kijk, hier bijvoorbeeld. Kijken, dit waren allemaal echt hele lange haren. Kijk, gewoon helemaal afgebroken van geblondeerd. Dus we gaan het op een gezonde manier verven. En ik ga het wel 1 keer in de 4 weken nu bijhouden, want dit is echt too much. Dus ik zal het proces filmen en dan zien jullie het zo. Het ziet er zo hier uit. Ik ben bij de Color op de Van Wouwstraat. Er zijn meerdere locaties. En het is de eerste keer dat ik hier mijn haar laat verven. Ja. Dit is Floor, die gaat vandaag mijn haar doen. Zijn dat allemaal potjes daar? Nee, dit zijn eigenlijk dit is de colorball. Hier kleuren we alles, hebben we alle kleuren achter staan. Wat grappig, oh ja, ja, het ziet er grappig uit. Allemaal verschillende kleuren en die kun je onderling mengen. Ja, leuk. Zo ja, en ik heb mijn laptop mee. Ik moet een beetje werk doen. Let's do it. En we zijn klaar. Ik ben weer blond. Dus daar ben ik echt super blij mee. Eindelijk weg met de uitgroei. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, echt heel fijn om weer normaal blond te zijn. Ik ben thuis en ik heb me even omgekleed. En Lonneke is er gezellig in de badkamer. En we gaan gezellig met deze meiden voor talkies schieten. Dus ik laat jullie weten als het erin staat. En dan gaan we het zien. Ja. Ja, het is weekend. We gaan naar oma vandaag. Heb je daar zin in? Soep op. Ga je naar boven? Schoenen aan. Good morning. Ik ben vergeten de vlog af te sluiten en heb hem morgen online. Dus dat wil ik bij deze nog even doen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag.